De liefde van het koken komt wel een groot stuk, denk ik, van thuis uit. Bij ons thuis werd het altijd super lekker gekookt. Mijn mama was ook, ja, die zachter. Ja, dat was een super kokin. Ik ben opgevoed met de klassieke keuken, dat was de Escoffier-keuken. Maar toen een grote vernieuwer was Joël Robuchon, waar ik ook gewerkt heb. En voor mij was dat het voorbeeld in Frankrijk. Wij zijn een Belgisch restaurant, een Vlaams restaurant, maar dat laat niet toe dat je niets anders kunt gebruiken. Je moet daar geen Japans restaurant of geen Chinees restaurant van maken, maar het is wel leuk om daar zaken aan toe te voegen. Ik ben zoveel jaar al geleden naar Japan geweest. Ik heb altijd ik vind dat een fantastische keuken. Ook de Oosterse keuken. Ik heb er altijd kleine touchen aan toegevoegd aan mijn gerechten. Wat is de filosofie in de keuken en in het restaurant? Dat is natuurlijk mensen lekker eten geven. Daar draait alles altijd om. Mensen komen hier zoals als ze bijvoorbeeld naar een opera gaan, zoals als ze naar een voorstelling gaan. Dat is een middag of avondvullend bijna programma. De klanten, echt waar, als ze naar hier komen, dat moet een feest zijn.